ABO-parlementariër Ronnie Brunswijk wil niet dat de regering met de conceptwet uitzonderingstoestand meer macht krijgt om het volk te onderdrukken. Hij zal alleen achter deze wet staan als het bedoeld is om de COVID-19-crisis onder controle te krijgen. Brunswijk heeft graag dat er maatregelen getroffen worden om de kleine man tegemoet te komen. De ABO-parlementariër wijst erop dat de inkomsten van vele kleine ondernemers in één keer zijn komen weg te vallen. Wanneer een wet komt dat het gaat om meer geld te geven aan deze regering om dit te doen, dan ben ik eens. Maar wanneer er meer macht wordt gegeven aan mensen om mensen onder druk, zoals men ook nu handelt, mensen in elkaar slaan, omdat de president zegt 8 uur moet je thuis blijven, is een regel. Maar dan moet je ook rekening houden als dienst politieman. Moet je niet gaan, is niet een crime of een overdrijf. Dus die persoon heeft iets gedaan die niet door de buur gaat. Je moet 8 uur thuis blijven. En soms ben je vlak hier nog 10 meter voor je huis. Dan zeg ik, oké, mevrouw, gaat u naar huis. Maar dan wordt je hardhandig aangepakt. Dus we willen geen meer macht geven aan personen om mensen te mishandelen. Maar ik ben wel eens dat die mensen die ten aanzien van deze maatregelen niet meer kunnen werken. Je gaat niet naar het binnenland. Dat je bijvoorbeeld een compensatie kreeg. Ik ben daarmee eens. Brunswijk vindt dat Suriname goed heeft ingespeeld op de COVID-19-pandemie. Hij denkt niet dat dit invloed zal hebben op de voortgang van de verkiezing. Hij benadrukt dat de wet uitzonderingstoestand niet gaat over het verschuiven van de verkiezing. Ik denk dat de verkiezing gewoon voortgang kan vinden. Eén dag, dan zien we. Maar in ieder geval, deze wet, ik denk niet dat het gaat over. Het gaat om hoe kan je die kleine man ondersteunen, de Surinaamse gemeenschap die nu hun huizen niet kunnen betalen, hun waterleiding niet kunnen betalen, elektriciteit niet kunnen betalen. Hoe kunnen wij doen met deze mensen? Dan, als dat het geval is, dan zijn we in dezelfde richting. Ja? Dus laten we praten met IBS, om IBS te vragen om rekening te houden. Bijvoorbeeld 1 maand, 2 maanden die mensen niet kunnen betalen, dat ze rekening houden. Of ze kwijtschelding krijgen, dat moet de overheid regelen. En vandaar dat ze ook dat geld kunnen krijgen en dat zij IBS kunnen betalen. Waterleiding kunnen betalen, telezuur enzovoort. Dus in ieder geval, in die lijn ben ik wel te vinden. ABO-parlementariër Ronnie Brunswijk was dat. Hij wil graag dat met de conceptwet uitzonderingstoestand een tegemoetkoming gerealiseerd wordt voor de kleine man. Hij waarschuwt dat deze wet niet bedoeld moet zijn om het volk verder te onderdrukken.